Je moet hier nergens in Nederland meer roken binnen. Maar ja, ik heb nergens die staan dat je niet meer blowen. Goedenavond allemaal. Vraagje, hè? Zien jullie mij wel staan? Want als ik die kant in kijk, zie ik alleen maar zwart. Om te beginnen, ja, je kunt er hier nog wat 10 neerzetten, maar ik ga het toch over jou hebben, heren. Om te beginnen zal ik mijn eigen even voorstellen. Ik ben Twan. Twan, ja man. En ik kom van Jamaica. Maar bij men op dat eiland was geen zak te beleven. Dus ben ik maar naar Nederland geëmigreerd. Ik naar de sociale dienst. En toen zei ik dat ik ergens wou wonen, was er geen zebrapad aan. Geen zebrapad, vroegen ze daar. Ik zeg ja, anders zien ze mij de helft van de tijd niet lopen als ik de weg oversteek. Die mensen daar, die snapten dat wel, dus zij aan het zoeken. En nou bleek dat er in Nederland één plaatsje was waar geen zebrapad is, en dat is hier in Hulsel. En zodoende hebben ze mij hier rennen gedaan. Maar voordat ik begin, wil ik vast wat kwijt. Je moet proberen om vanavond niet alles zwart-wit te zien. Ik ben hier heus niet om iedereen zwart te maken. Maar zijn sommigen al een beetje zenuwachtig? Niet? Ja, dat kun je gerust, want ik weet wat er allemaal komt. Ik hier in Hulsel aangekomen, dus ik op zoek naar wat volk waar men een beetje wegwijs wil maken hier. Ik loop daar wat rond, kom ik op het voetbalveld. Bleek dat de voetploeg daar aan de gang was. Toen hoorde ik dat die mensen niet meer hoefden te werken, dus ik haal daar meteen een hele goede klik mee. Ik vroeg of iemand mij wou helpen om men hier een beetje bekend te maken, en toen wisten zij wel iemand. Rien van Ekert was wel een goeie zin, ze Twan. Maar er is één nadeel: Rien die heeft een hekel aan zwarte. Maar er is één ding waar Rien nog een grotere hekel aan heeft, en dat zijn rotkatten. Dus je hebt kans dat hij jou wil helpen. Ik naar Rien en ik uitgeleid waar ik vandaan kwam. En dat ik Gerder Hulsel rondgeleid wil worden. Dat zullen we nog wel zien, bromde Rien. Probeerde jij eerst je stobbermers van de gezicht af te wassen.
Ik heb hem uitgeleid dat hij mijn eigenste huidkleur was, dus dat hij niet ging. Toen vroeg ik aan Rien wat hij zou doen als hij een politieagent was. Hij zag dat er een auto door een rode stoplicht reed en de Marokkaanse voetganger aanreed. Nou zei, dan zou ik die Marokkaan een boete geven voor bumperkleven. Ik denk dat ik maar op eigen houtje de hulsen gooi, zeker. Dat heb ik gedaan en daarom heb ik nou van alles te vertellen over die bleekscheten hier binnen. Nou heb ik eerst nog een raadseltje voor jullie. Als ik hier zo eens rondkijk, zie ik dat 100% van de mensen blank zijn. Weet wat daar nog meer is? In de file van de ochtendspits. Ik heb bij men op Jamaica al heel mijn leven op zwart zaad geleefd. Dus ik wou hier in Hulsel een beetje tussen het hogere spul gaan zitten. Dus ik op zoek naar de rijkste Hulselnaar. Ik heb een advertentie in het Hulsels blaadje gezet of de rijkste mens van Hulsel zich bij men wou melden. Toen kreeg ik een uitnodiging van Biertes van der Heijden om wat te komen drinken. Ik zit er bij Biertes op de bank, vraagt hij of ik een speciaal biertje lust. Dat is goed, zei ik. Doe maar een donkere trappist. Wij zitten daar te buurten, dus ik vraag of hij echt de rijkste mens van Hulsel was. Daar valt wel mee, zei hij. Maar ik heb wel een eigen eiland. Met die Biertes, die had nog wel wat te vertellen toen ik daar zat. Een paar weken geleden was die voetbalclub van hier weer op skivakantie geweest. Ik ben er helaas zelf niet bij geweest, maar ik heb van betrouwbare bron gehoord dat het erg gezellig was. Ik wil niemand de Zwarte Piet toespelen, maar er is wel wat te vertellen over deze skireis. Er is namelijk wel meer gebeurd als alleen maar skiën van de Zwarte Piste. Allereerst moet er een eeuwenoude bijnaam veranderd worden. Pietje Bras, dat is voor het een tijd. Vanaf nu is het Pietje Tackle. Maar ja, die snow die hebben ze net al voor mijn skis weggeroetst, dus daar hoef ik niks meer over te zeggen. Maar dan de Gerard van den Burgt nog. Ze waren daar aan het apres skiën toen ze Gerard, de hij en Maria eerder teruggingen naar het huske. Hoezo, dat vroeg Rob Eipelaar. Nou, zei Gerard, ik ga even mee mijn sneeuwknol spuiten. Dus Gerard, die noemen we vanaf nu het sneeuwkanon. Maar er zijn er nog wel meer die hun bijnaam veranderd hebben. Zo is Pino Haribo, ahoe, geworden. Pino, die was op een gegeven moment zo zat als 100.000 man. En dat was toen een beetje uit de hand gelopen. Pino, die had een beetje te diep in het glas gekeken. Maar gelukkig had de organisatie een oogje in het zeil gehouden. De dag erop zaten ze terug in de bus naar huis, vroeg de vak aan Pino. Hoe is het nou, Pino? Ben je weer een beetje boven Jan? En skiën, dat kennen ze allemaal wel bij die voetbalclub. Maar de eerste hier, dat loopt deze jaar nog niet zo goed, hè? Sommigen, die zijn niet vooruit te branden. Ik stond al een keer even de lijn langs Harry Vinke. En die zei dat de meeste voetballers schoenen aan van kangeroeleer. Kangeroeleer, zei ik. Het is net antilopenleer. Maar er zijn wel meer voetbalverenigingen wat niet zo goed ging. Neem PSV. Die had een paar maanden geleden Mark van Bommel ontslagen.
Nou hoorde ik in de wandelgangen vertellen dat PSV vanaf vorig seizoen de nieuwe hoofdsponsor had. Adrie Kuipers Messcheiding BV. Dat past perfect, meende ik. Want PSV, wat een scheidclub. Nou, heel iets anders, hè. Ik wou integreren, dus ik heb mijn eigen ingeschreven voor een integratiecursus. Maar nou bleek dat ze dat hier in deze gat niet kenden. Ik had gehoord dat de familie Bastiaans ook goed was geïntegreerd, dus ik op een woensdagavond naar de biljartles van Twan. Biljarten, daar snappen wij op Jamaica niet veel van, maar hier volgens mij toch ook niet. Ik stuitte daar een beetje af te kijken, zegt die Twan ineens, ja, des te dun. Toen keek ik over die keu, stond Kees Roest daar. Een ander goeie moment om mensen te leren kennen is tijdens heel Hulsel kampeert. Van de zomer loop ik daar over de kanten richting de campingplaats, komen Mark Verrijzingen, Barry Vingerroets en nog 15 andere kinderen de straat ingelopen. Bleek dat die klein jong allemaal Pokémons aan het vangen waren. Ik stooi daar bij Dirk Verlind voor zijn huis, komt ineens iedereen naar de hek gerend. Iedereen met zijn telefoon richting die grote Pokémon in zijn tuin zwaaien. Bleek er helemaal geen Pokémon te zijn, maar Bob, de hond van Dirk. De heel Hulsel kampeert is toch wel apart hier in het dorp, hè. Iedereen woont in een schoon huis, maar dan gaan ze een weekend lang in een tentje liggen te kramperen. Nou, bij ons op de eiland zou dat niet waar zijn. Maar ik kwam Jos Denissen daartegen op de camping. Wij stonden voor zijn camper te buurten en ik allemaal ruiken. Waar ruikt het hier toch naar zips op, zei ik tegen Jos. Dat kan kloppen, zei. Ik heb me een buik net ingesmeerd met Dubro. Waar is dat dan te goed voor, vroeg ik hem. Nou, zei, ik probeer af te vallen en les om me een buik te ontvetten. Ik kuier daar we over die camping, kwam ik René Roest tegen. Hij vertelde heel vreed dat hij van hun zwanger was. Toen vroeg René aan men wat ik hoopte dat was. Nou, zei ik hoop dat het een grapje is. Er zijn er hier in het dorp wel meer in verwachting. Zo is Tessa van Stijn Verrooy ook zwanger. Hij is samen met zijn vrouw naar de verloskundige. Die verloskundige de telromer bijgepakt. En dan bleek dat Tessa op vakantie zwanger was geworden. Dat is mooi, zei Stijn. Dan ben ik benieuwd wat het wordt. Een jongen of een meske. Dan moet mij niks uit, zei Tessa. Het is veel spannender of je wit of zwart is. Dat zullen we nog wel zien, ja? Maar er zijn er ook al wat een kleine van geboren is. Ik liep daar wat te wandelen, kwam ik George Vergerven tegen met hun mik. Ik stond er wat in de kinderwagen te kijken. Toen zei ik, god mon die, wat stinkt het hier toch? Ja, zei die van ons zijn pampers meegenomen. Voor tussen de 9 en de 12 weken. En deze heeft hij nog maar 11 weken aan, dus je hoeft niet ververs te worden. Bij men op de eiland, daar doet iedereen het met elkaar, hè. Maar hier in Hulsel, daar wordt ook wel afgeneukt, zeg.
Alleen al in de maand mei zijn er 5 dames uitgeteld. Je zou dus kunnen spreken van een ware babyboom. Maar op de Hoef, daar doen ze dan niet aan mee. Daar hebben ze geen babyboom, daar hebben ze bramboom. Nou, deze velgen kan ik meteen weer omslagen. Dat is een zwarte bladzijde. Neem mijn integratie, ging het goed. Dus ik ben voort een graag geziene mens in Hulsel. Ik was zelfs een keer uitgenodigd bij de Guld. In hun hut, de donkere wolk. De schutters nog zatter dan het volk. Ik had gehoopt op misschien wat gratis bitterballen, maar dat zat er helaas niet in. Maar ik zit er in die hut te buurten met Kees Segers. Hij was allemaal aan het opscheppen dat hij zoveel seks had met die van hun, dat hij tussen 2 vrijpartijen in zelfs moest zweten. Nou, zei Jan Thijssen, als ik tussen 2 vrijpartijen in moet zweten, dan heeft de zomer ertussen gezeten. Bij de Guld, daar zat er ook in en die zei dat hij eigenlijk nooit buiten Hulsel kwam. Hij had zelfs nog nooit een donkere vrouw in het echt gezien. Daar weet ik wel wat op, zei ik tegen Atje Vinken. Wij van het jaar samen naar Amsterdam geweest en wij naar de bananenbar. Lag daar zo'n vrouwke op de bar, die was zo zwart als roet. Zij daar een showtje aan het opvoeren, mompt Ad ineens. Ik zeg, wat zeg jij, Ad? Hij zei, er vallen allemaal postzegels uit de punani. Nou, zeg ik tegen Ad, ik denk dat het geen postzegels zijn, maar gewoon de stickers van de bananen. Ik heb al een hele goede naart hier in Hulsel, maar 1 keer per jaar ga ik terug naar mijn familie op Jamaica. Maar als je daar aankomt, dan ga je echt terug in de tijd. Gelukkig mogen ze daar hier in Hulsel niks van zeggen. Er is de tijd ook lang stilgestaan. Ja, valt ie, kan ik verder? Ik ben blij dat ze mij naar Hulsel gestuurd hebben, heren. Maar 1 ding is toch wel wennen. Ze hebben hier niet eens een supermarkt. Dus ik moet iedere keer voor mijn boodschappen naar de Jumbo in Reuzel. Ik heb daar een dusje negerzoenen gehaald en een bakje zwarte kersen. En ik loop naar de lopende band om dat af te rekenen. Zit als een vrouwke te werken. Zie ik toevallig dat Joep van Gerven haar probeert te versieren. Ik zeg, waar ben jij mee bezig, Joep? Ja, zei die. Ik ben een echte Casanova. Toen liep ik daar door de winkel. Hoorde ik dat Jan van der Heijden daar ook was met hun Gerda. Zij liepen daar, maar toen was Jan Gerda ineens kwijt. Hij loopt daar een beetje te zoeken, botst hij tegen een mens aan. Sorry, zei Jan, maar ik zoek mijn vrouw. Des toevallig, zei die vent, ik zoek die van mij ook. Hoe ziet die van jou eruit, vroeg Jan. Nou, zei die, zeer mooie lange blonde haren, lange benen met een ferm kont, een schoon strak lijntje en een partij flinke tieten. En hoe ziet die van jou eruit? Dat is helemaal niet belangrijk, zei Jan. We gaan die van jou zoeken. En dan van de week hier in de Everzakker,
stond er in met een kale kop en een rode jas bij Theo Bleumer aan de deur. Goeiedag, wat ben jij lelijk zeg? Maar die Theo, die had de maandag een schone prijs gewonnen. Toen kwam ik hem de dinsdag tegen en toen vroeg ik wat het eerste was wat hij toen gedaan had. Toen zei hij dat hij mee naar de Aldi was gereden. Naar de Aldi zei ik hem, ja, om te zeggen dat ik daar nooit meer kom. Ze hebben hier in Hulsel wel geen supermarkt, maar ze hebben wel een welkoop. Dus ik je van het jaar de rennen, want ik had een lint nodig om mijn tuin een beetje af te maken. Ik je de rennen en de verkoper geeft mij een rolletje lint, moest ik €300 afrekenen. Ik zeg, dat is toch niet normaal man? Daar kan ik ook niks doen, zei die verkoper. Het is afzet lint. Dat was me toch iets te gortig. Dus ik naar de TMO of ze daar een schone houten schutting voor mij konden maken. Dat konden ze wel, zin ze. Dat is mooi, zeker, maar dat moet wel van Marokkaans eiken zijn. Marokkaans eiken? Vroeg Wiesjaard, hoezo? Dat werkt tenminste niet. Ondanks dat bijna niemand in Nederland Hulsel kent, was het een paar dagen geleden toch paniek hier. Ze menden dat op de Bladerse dijk het coronavirus was uitgebroken, bij Simon Vinke en Nel Schrijn. Een hoop artsen en onderzoekers rennen, maar nou bleek het gelukkig allemaal wel mee te vallen. Het ging namelijk om een Salmonella besmetting. Het maakt niet veel uit waar je vandaan komt, maar wil er hier in Hulsel een beetje bij horen, moet het toch regelmatig in het Trieske komen. Zonder het Trieske is uw integratie niet compleet. Maar iemand die de laatste tijd niet veel is geweest, is die dikkop van de Hoef. Schijnbaar is hij al 5 weken niet in het Trieske geweest, omdat hij moest schrijven aan zijn stukje. Maar volgens mij is je al 5 weken aan het lijnen, dat hij anders niet in deze tonneke paast. Ik zat hier in Trieske van het jaar aan mijn integratie te werken, begint het zwarte schaap van Hulsel, Harry Wenting, tegen mij te buurten. Hij zeveren en zeveren. En toen vroeg ik hoe het kwam dat sommige mensen hem arrogant vonden. Dat snapte Harry ook niet, want tegen de meeste mensen praat hij niet eens. Op de middag zat ik hier aan de bar een bergje koffie te drinken. Zwart natuurlijk. Kwam Kees Klessens even mee zitten. Die was een zwart geld aan het opmaken, denk ik. Hij gooit het ene na het andere pilsje in de giel. Hij vreet vertellen dat het een echte klasses was. Ik zei, ze kunnen jou beter Kees Badkuip noemen. Die laat ze ook iedere dag vollopen. Zo hadden ze men ook uitgenodigd voor de kermis. Daar is me toch een gezuip in het groot. En druk. Het ziet hier zwart van het volk. Maar op een gegeven moment moest ik verrekken zeiken van al dat bier. Dus ik naar de wc. Hangt daar een briefje aan de deur. Wc verstopt. Ik naar Leon en vraag hem. Hoezo is die wc verstopt, Slome? Hij zit gewoon achter de deur. Over die Leon heb ik ook nog wel wat te vertellen.
Hij is van plan om samen met Kippie van de zomer mee te gaan doen aan de Rammelbakken race in Hongarije. Ik vroeg Leon of Kippie en hij niet te zwaar waren samen in zijn oude autoke. Dat valt wel mee, zei Leon. We wegen samen maar 0,27 ton. En ze zien allebei niet zo goed, hè? Dus hun naar een Holtman voor de nieuwe bril. Hun daar een oogendeur laten meten, maar nou bleek dat ze zo'n dikke glazen niet konden maken. Dus hun naar Patrick van der Heijden en daar een probleem uitgeleed. Dan weet ik wel iets in Patrick. Dan slijp ik de voorruit van jullie auto zo rond totdat je de goede sterkte hebt. Maar ja, nou hebben ze twee auto's. Eén voor dichtbij en één voor ver weg. Maar nou nog even heel wat anders. Van het jaar was er hier nog wat te vieren in Hulsel. Gijs en Manon die gingen trouwen. Dus zij zomen naar het gemeentehuis voor een afspraak met een trouwambtenaar. Wat romantisch dat jullie gaan trouwen, zei die trouwambtenaar. Allemaal leuk en aardig, zegt Gijs, maar wij geven dat ons wel niet kosten. Nou, dat weet ik goed gemaakt, zei die trouwambtenaar tegen Gijs. Jij moet zelf bepalen wat jou dit huwelijk waard is. Nou, zegt Gijs, dan zal ik er 100 euro voor betalen. Je moet die roze wolk niet overdrijven, je redt 80 euro terug. Een paar weken later kwam ik Gijs weer tegen. De witte broodsweken waren nog maar amper voorbij, maar hij had al een blauw oog. Wat heb jij gedaan, vroeg ik hem. Nou, zei Manon en ik, die aan de ruzie over waar de huwelijksreis naartoe zou gaan. Ik wou gerne naar Antwerpen en zij naar Brugge. En wat is dan geworden, zei ik? Ja, knokken. En dan hadden die tortelduifjes Harold en Maud nog. Die Maud die wil allemaal zo gerne trouwen, hè? Ze bletten maar over zeuren tegen Harold. Hoezo wilde jij niet trouwen, zei ze tegen Harold. Ik wil gerust trouwen, zei, maar niet met jou. Ik moet er hier allemaal toch wel aan wennen. Bij ons op Jamaica hebben allemaal van die volle ronde dames. Dat is hier wel anders met de meeste vrouwen. Maar dan hebben Helma Perry nog. Dat is de blanke versie van een Jamaicaanse vrouw. Die heeft me toch een kont. En die heeft een veurgevel opstaan. Dat is niet normaal. Maar Helma, die had een nieuwe BH besteld. Op internet. Op het dark web wel te verstaan. Toen ze dat pakketje thuis openmaakten, zei hun en Frank dat ze vergeten waren om er een touw aan te doen. Een touw vergeten, zei Helma. Hoezo dan? Nou, zei die, nou, daar schoon mee kunnen gaan vliegen. Maar bij ons op Jamaica, daar lopen de vrouwen er allemaal schoon gekleed bij. Hebben ze zo'n doorschijnend jurkje aan, met zo'n strak stringetje eronder. Als ik hier zo eens in de zaal kijk, zijn de meesten daar niet mee bezig. Maar Mientje, heb jij toevallig een nieuwe trui aan? Dat lijkt wel tegenover die oude kop van jou. Maar wat ik nu ga je vertellen, dat geloven jullie misschien niet. Maar het is echt waar, want het staat hier zwart op wit. Leon en Barry Vingerroets hadden ook nog wat meegemaakt. Ze waren samen op stap geweest in Limburg. Zij daar,
naar een café en aan de gevel hing café Lourdes. Er zat allemaal van dat zwarte kousenvolk binnen. Met die letters van Lourdes, die hingen op zijn kop. Hun binnen flink aan de pils, vroeg Barry waarom die letters ondersteboven hingen. Nou, deze café is Lourdes andersom. Je gaat er lopend naar binnen en rollend naar buiten. Maar hun een schone avond gehad, totdat Barry in Leon's in een auto zijn avondeten nog een keer andersom had gezien. Zo'n integratie, dat kost wel wat geld hoor, wilde overal bij zijn. Maar om wat bij te verdienen, rijd ik ook nog wel eens als zwarte taxi. Zo moest ik op een gegeven moment Roelie Fransen ophalen. Zij zat bij mij achter op de bank en die vroeg: hey pinda, lust jij een pinda? Dat lust ik wel. En zij geeft mij een pinda. En ik sluit er weer. Lust jij nou een pinda? Ik weer die pinda aangevat en zo ging dat nog een paar keren. Ik zeg: lust jij zelf geen pinda's, Roelie? Jawel, zei ze. Maar ik ben borrelnootjes aan het eten en ik ben mijn kunstgebit vergeten. Dus ik sabbel die korst eraf en de rest is voor jou. Er zijn er hier in Hulsel wel meer die wat bij verdienen. Cor Jansen, de zwartwerker van Hulsel, dat is er ook zo winnen. Die hij van het jou had meegemaakt op het werk. Hij moest bij Pim Jansen bij de stal een kantoorke eraan zetten. Godverdomme, zei Cor. Is dat niet normaal, die lucht hier hangt er wel aan. Ja, dat is niet zo erg, zei Pim. Die verken zijn we wel gewend. Er moet me toch nog wel iets van het hart. Ik ben blij dat ze mij naar Hulsel gestuurd hebben. Want hier doen ze gelukkig niet mee aan die zwarte pietendiscussie. Van het jaar kwam Sinterklaas hier in de zaal, samen met een hoop van die zwartjannen. Nou, hij de dorpsraad verzonnen dat ze een kleurplatenwedstrijd wilden houden. Al die kindjes een schone kleurplaat gemaakt. En nou was Nout van Stijn de Mutte, die was tweede geworden. Dus hij mocht bij Sinterklaas op schoot komen. En toen zei Sinterklaas dat hij Sylvana Simons een hand mocht geven. Een hand geven, zei Nout. Ik schip er liever onder de kont. Ja, zei Sinterklaas. Dat mag Louise al. Die was eerste. Maar nou heb ik nog een klacht over de zwarte Sinterklaas van Hulsel. Brian Zol. Iemand hij lopen mouwen dat zijn brievenbus 30 centimeter naar achter moest. Wat mag die 30 centimeter nou uit, zouden zeggen? Die vrouw van Brian heeft er ook nog nooit over geklaagd. En nou moest die postbode voor het uitzenden een auto om die brief daar te posten. Maar die postbode die had ook nog wel wat te melden. Hij vroeg men wat het verschil was tussen een asielzoeker en een brief. Ik zou het niet weten, zei ik. Nou, zei die postboye, een brief kun je tenminste nog terugsturen. Ik denk dat ik hier voort wel op de zwarte lijst sta. Dus het is bijna tijd om te gaan. Iedereen die kijkt me voort een donkere bril aan. Maar voordat ik ga, wil ik nog wat zeggen. Men maakt het niet uit of je wit bent of zwart. Voor men hebben ze allemaal een gouden hart. Maar nu is het tijd om uit dit donkere hol te vertrekken. Ik ga buiten nog een keer aan mijn sigaret trekken. Houdoe en bedankt. Ja, Mien Arbeid, wat een lomperd, hè? Of niet? Maar dan mocht Twan Jaarman denk maar goed straks, of niet, Twan? Dat denk ik ook wel, dan gaan we het over Jeroentje Beenham hebben. Kijk. Ja, die grap over dat de klok stil stond in Hulsel, die ging ook goed, is niet? Ja,
Zijn zij nou, ben ik zo slim of zijn zij... Ik ben sowieso niet slim, maar... Goed, je hebt nou 7 jaar meegedaan, Stijn. Ja, 7 magere jaren mag ik zeggen. Komen nou de 7 vette jaren. Vette jaren? Goed, maak nou een hartelijk applaus voor Stijn van Rooijers van Jamman.